Sharon Stellert is hier om te praten over school en opvoeding. En Arnoud zei vanmorgen, ik kwam vanmorgen binnen. Mijn kind, het luistert totaal helemaal niet. Hele ik wordt er gek van. Niet doen, niet doen. Dat kan ik drie keer zeggen. En hij staat je gewoon aan te kijken. Hij staat je gewoon uit te lachen bijna. Nou, hij ja. doet het gewoon niet. Maar het zegt echt zo van, ik heb die dingen aan de zijkant van mijn hoofd zitten. Maar, het is gewoon wat. hartstikke goed als je kind niet luistert. Ja, dat is een ander perspectief op uh, je moet het aanpakken. <laughs> ja, dat is, uh... ja, wij zijn er toch voor om ze te zeggen niet doen. Want wij kijken vooruit, weet je wel. En dan zeggen ze ook wel eens van, nee, hey, ze moeten juist ontdekken dat als ze dan daaraan gaan hangen, dat ze kunnen vallen. Ja, en met precies. vallen en opstaan leren ze. Ja, nou, dit, dit eigenlijk is een uh, net iets ander perspectief in de zin van uh, waarom luisteren kinderen eigenlijk niet? Uh, en dat perspectief is <laughs> dat ze niet luisteren, omdat ze hun eigen autonomie aan het ontwikkelen zijn. En dat betekent eigenlijk hun eigen, eigen eigenheid, wat zij willen, wat zij belangrijk vinden. En dat dat de bij peuters gewoon wat meer overdreven uitziet dan bij volwassenen omdat wij hebben geleerd om dat te beheersen en om dat vriendelijk te brengen en om dat gewoon uh, te verpakken zeg maar. Zij en zoeken eigenlijk een grenzen nu op. Uh, ja grenzen, maar ook wie ze zelf zijn. Dus hun eigenheid, hun autonomie en uh, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen om te ontwikkelen als mens. Dat ze zeggen eigenlijk van nou dat is als je dat ontwikkelt dan uh, ja dan dan is dat gewoon heel erg goed omdat je dan weet wie je bent, wat je belangrijk vindt, waar mm -hmm. je eigen grenzen liggen. Dus als je kind niet luistert zou je ook kunnen zeggen hij of zij ontwikkelt al een gevoel autonomie. Nou, ja, zo is het kan natuurlijk... Je het ook natuurlijk uitleggen, maar het ja. bloedirritant. Je ja, dat, dat herkent het toch wel een dat, beetje. Nou natuurlijk, ja, ja. daar vinden wij elkaar wel op, op dat onderwerp. Ja. Dus uh, maar de grap is dus eigenlijk van hoe kan je het ombuigen. Om te zorgen dat je er zelf inderdaad ook wat minder last van hebt. En dat is vaak ook door je kind het gevoel te geven dat hij of zij echt iets mag vinden van dingen. Bijvoorbeeld door een keuze aan te bieden of door het idee te geven dat het hun eigen idee is. Ik noem het ook wel eens manipuleren. Ja, ja nee, daar ja. zit wel wat in natuurlijk ook. Maar uh, veel mensen hebben nu de kerstboom staan met kleine kinderen. Ja. En dan gaan die kinderen die gaan aan die kerstboom lopen trekken. Dan zeg je niet doen. En ze, ze doen het toch. Wat, wat, want ontwikkelen ze daar dan aan autonomie in? Zo van ik wil het zelf ontdekken of zo. Laat mij maar totdat ik ja. dingen. Om mijn Hoofd krijgen en dan weet ik het? Eigenlijk in zekere zin wel, want uh, alle kinderen zijn gedreven om te leren. En uh, hoe meer jij zegt dat iets niet mag, hoe interessanter het eigenlijk wordt. Oh. En dat kan daarbij... niet alleen bij kinderen, maar bij volwassenen eigenlijk ja, ook zo. Dat spelletje: <laughs> dingen die je niet mag doen zijn altijd veel interessanter dan dingen die je wel mag doen. Ja, precies. Je wil ontdekken en je wil, je wil ja. Ja, toch de grens opzoeken. Ja, dus, uh, ja, en dat, dat is natuurlijk wel een lastige van hoe los je dat dan op. Je kijkt de meeste, de meeste kinderen, die op een gegeven moment als je aangeeft van dat ik mag echt niet. En uh, je, ja, je maakt oogcontact en je zegt het met een duidelijke stem. En je, je bent echt met je volle aandacht in dat moment om te zeggen dat iets niet mag. Leg ook uit waarom het niet mag. En eventueel, als het echt blij, blijvend interessant vinden, kan je dat ook op een andere manier oplossen met een vraagteken. Bijvoorbeeld met uh, plastic kerstballen of dat je ze uh, een stukje van de boom uh, aangeeft. En dat je gewoon wel met ze gaat dat voelen. Dat is jouw stukje boom. Maar dan mag je zelf misschien wat dingetjes inhangen. Bijvoorbeeld. Of zo. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Maar hij zit ook aan de stekkers. Tegenwoordig in de moderne huizen zitten de stekkers allemaal laag. Ja, ja. Wie dat ooit verzonnen heeft, die heeft geen kinderen gehad, denk ik dan ook. Het ja. maar... staat wel ja. mooi, natuurlijk. Want als je ja. inderdaad het, dat die, die... Oh. kind dat licht geeft, dat staat niet zo mooi. Ja. dat is waar. Nee, weet je, maar daar gaan ze dan ook mee zitten. En dan zeg je 10, 20 keer niet aan die stickers ja, zitten. Ja, ik, ik herken het helemaal. Want je, want je krijgt stroom. Ja. En dat is niet fijn voor je. Nee, en wij hebben op een gegeven moment wij hebben een koelkast en die zit zeg maar Echt? met, met de laag. stekker. <laughs> Ja, ze zijn er nog. Wow. We hebben een stekker en die zit dan in zo'n nee. blok wat je met zo'n knopje aan en uit kan zetten. Oh ja. En mijn zoontje vond het dus fantastisch om elke keer die knop uit te zetten. Oh ja. en dan, dan staat je koelkast staat dus ook die uit. koelkast dus gewoon. En dan kun je iedere keer weer op nieuwe boodschappen. Doen. Ja, en die, dat stekkerblok dat kun je dus eigenlijk helemaal niet zien. Dus je hebt ook helemaal niet door wanneer dat ding uit staat, totdat nee. je inderdaad die koelkast je, jee, Maar Waarom vijf... heb je zo'n uh, stekker draagt? Dus, uh, een heel andere hand natuurlijk. maar waarom? Uh, hij Jij staat in de kan. bijkeuken. Dus uh, wat dat gaat, uh, het kon even niet anders. Oh, maar... Okay. Ja, maar wat leren zij daar dan van? Nou, dat is toch eigenlijk onmogelijk? Dit leerde hij dus gewoon niet. En nee. uh, toen heeft mijn man gewoon met duct tape heeft hij die knop vastgezet. zodat hij hem niet uit kan zetten. Kijk, soms ja. is het ook gewoon: ja, weet je, dan uh, alle opvoedkundige tips even uit het raam. en uh, voor praktisch. Uh, dat is niet ja. echt de meest pedagogische. Oké, okay, maar uh, het, kan, het bedoel... kan dus een nuttig effect hebben dat ze niet luisteren. Juist. Geen werkdruk op school, en dat kan. Nou, dat ja, klinkt, klinkt als die, muziek, hè? Ja, voor leraren, denk ik. Hoe gaat het om de leerlingen? Uh, nou, ik denk dat het vooral ook om de leraren gaat en ook de schoolleiders... die natuurlijk uh, ook met de handen in het haar zitten van... hoe gaan we dit probleem nu tackelen? Want die horen bij iedere vergadering, de werkdruk is hoog. Waar zit hem die nou ook weer precies in? Is, het, het gaat meer om het werk na de lesuren, hè? Ja, eigenlijk alles wat erbij komt, ja. wat niet primair met het onderwijs te maken heeft. Administratie. Ja. Ja, ja, ja. En, uh, Leervolgsysteem. Ja, mensen dat denken dat altijd, om kwart over drie gaat die school uit... en dan gaat de leraar lekker naar huis en uh, veel vakantie... Maar s'avonds zitten ze ook vaak nog uh, uh, het huiswerk na te kijken. Uh, lessen voorbereiden, lessen voorbereiden. Ja, Het is echt een uh, misvatting dat dat, uh, zeg maar dat, dat het uh, onderwijs is. Misschien was dat zo 30 jaar geleden, maar zo mm. ziet het er helaas denk ik uh, al lang niet meer uit. Nee. En uh, in 2016 is er in Amsterdam naar aanleiding van een scholenwedstrijd een uh, school gestart, de Ellen Turing School. En uh, ja, dat is van diegene die de enigma heeft gekregen. Ja, ja, code. Okay. Dus uh, ja. daar is de school naar vernoemd. Naar vernoemd ja. Omdat het een heel inspirerende figuur was, uh, niet alleen maar vanwege zijn wiskundige kennis, maar dat ook een atleet was. Als goed kon samenwerken. Dus zij hebben hem eigenlijk als boegbeeld genomen voor. Nou ja, uh, ja. mooi. Heel leuk. Ja. En uh, die school die wordt geleid door een, uh, een schoolleidster die drie uh, jaar op rij van een zwakke school een uh, excellente school heeft gemaakt. En een uh, leerkracht die in 2011 leerkracht van het jaar was. Kunnen ze haar die minister van Onderwijs maken dan? Ja, nou, ik denk dat Arie <laughs> Slop er wel regelmatig op de koffie uh, zal vragen. Want ja. zij lijkt wel een soort uh, toverstafje te hebben: van wat kun je nu doen om uh, nou ja, dit soort problemen te tackelen. Waar ja. eigenlijk nou ja, bijna alle scholen in Nederland wel mee worstelen. En als je kijkt, wat hebben ze dan gedaan om de werkdruk te verlagen. Dan zijn het. Eigenlijk hele simpele um, simpele methoden. Zoals maar... zo vaak hè? Zoals zo vaak. Alleen je ziet gewoon dat een cultuur erin slijt. Dat mensen doen uh, wat ze doen omdat anderen het doen. Omdat ze het gewend zijn. Omdat ze denken dat het moet. En daar hebben zij echt gewoon rigoureus um, afstand van gedaan. Mm -hmm. Van waarover vergaderen we nu eigenlijk? We willen alleen nog maar vergaderen over dingen... die er echt toe doen voor de leerkracht. Dus dat is dingen over het onderwijs en over de pedagogiek. En verder helemaal niets. Ja. En dat betekent dus ook dat ze nee uh, zeggen tegen een heleboel dingen... waar scholen misschien ja tegen zeggen. En dat, ja, aan de ene kant kun je zeggen dat is een groot gemis. Uh, bijvoorbeeld als de kerk belt van willen jullie een koor starten met ons, met de kerst. Ja, dan is dat natuurlijk een hele leuke activiteit. Maar geen tijd voor. Maar geen tijd voor. En zij hebben gewoon een heel uh, strakke keuze gemaakt. Want wij, wij gaan voor rekenen, wij gaan voor taal. En we gaan voor uh, uh, andere vakken die onze kinderen helpen ontwikkelen. En dat zit. En daarover gaan we praten. En over al die andere randvoorwaarden, uh, zoals luizen, zoals uh, uh, Sinterklaas, zoals feesten. Eigenlijk al die dingen waar scholen druk mee zijn. Daar hebben ze een soort van programmakaarten voor gemaakt, die eigenlijk ieder jaar terugkomen. Komen, scheelt ze bakken met vergadertijd. Prioriteitenkaarten? Ja, prioriteiten stellen. Mooi. Daar komt het eigenlijk ja. op neer. Maar ja, het en, moet uh, uiteindelijk toch allemaal gebeuren. Hè? Je kan wel prioriteiten stellen. Maar, ja, ja. maar wat is belangrijker, weet je wel? Wat, ja. wat is de orde, de rangorde? Ja, de rangorde van zaken. En je ziet inderdaad dat na, uh, na verloop van tijd eigenlijk al die randvoorwaarden... Een, een veel grotere dominantie hebben ingenomen. En dat je daar uren over kunt vergaderen. Ja. En dat de dingen waar je het eigenlijk over wilt hebben... zoals je, ja, hoe bereid je je lessen voor, hoe geef je je... Vak. Het belangrijkste in zo'n vergadering. Belangrijke... Oh, dat hebben we nog even niet gedaan. Nee. Dat komt de volgende keer weg. Ja, precies. Ja. En, dat, en dat loopt dan bij je weg. En uh, dat hebben ze echt gewoon ja, bij kop en kont gepakt eigenlijk. En daar ook een boek over geschreven. Mm -hmm. um, wat nu als we weer eens gewoon gingen lesgeven, heet dat boek. Oh. En uh, wordt ook als onderwijsboek van 2018 uh, bestempeld. We hebben ook een website uh, gemaakt daarover. Enigmaonderwijs.nl Waarin ze eigenlijk ook uh, steun geven. En dat is denk ik ook belangrijk. Dat ze dus hun leerkrachten steun geven om het op deze manier te doen. Maar Want als dit het... zo makkelijk is, weet je, zo voor de hand liggend. Waarom zijn er dan niet veel meer scholen? Die dit allemaal volgen. Ja, het is voor de hand liggend, maar niet makkelijk. Dus oh. dat, dat het is voor de hand liggend. Ze keuzes maken. Ja, ja precies. In de zin van het is geen hogere wiskunde. En nee. Je kunt het zelf niet in gaan voeren. Maar om iedereen... het in te voeren en mm. om die cultuur te doorbreken en om uh, ja, mensen eigenlijk tussen de oren te krijgen dat niet ieder telefoontje uh, een verslag nodig heeft. Ja. Of dat je niet van elke klus die je klaart. Net als in de zorg eigenlijk. Hè? Ja, precies. Ja. En ook mm. daar merk je gewoon dat mensen eigenlijk wel weten wat ze willen, maar het ontzettend moeilijk is om het gewoon te doen. Omdat je met elkaar hou je gewoon een soort. Ja, soort zou ik bijna willen. Eigenlijk zeggen. vind je het wiel opnieuw uit. Dat is een beetje het ja. Ze gaan verleden. terug naar de basis. Van ja. wat is onze ja, of, ja. ja, wat is onze basics? Ja, rekenen, taal ja. en uh, en natuurlijk ook wel persoonlijkheidswording. En daar hebben ze een heel leuke uh, allemaal in de in de uh, trant van Alan Turing hebben ze daar dingen omheen bedacht, zoals het Enigma Lab, dat soort dingen. Ja. weet je wel en allemaal in zijn onderzoekende geest. Dus wat dat er gaat, doen ze wel heel veel leuke dingen, mm -hmm. maar allemaal naar hun eigen keuzes. En ze laten zich dus eigenlijk niet zoveel afleiden door die wereld daaromheen. Nou, hartstikke goed. Alan Turing, uh, dus boek is gewoon, uh, denk ik, ook wel via de sites uh, verkrijgbaar. Uh, hè? Op ja, en, die, uh, in lichtonderwijs.nl. Maar als je googelt goeie. op laten we gewoon weer eens les geven, dan uh, vind je het Leuk ook. Leuk Ja. cadeau. Ja, dankjewel.